Met het afscheid nemen van Hans van Dalen komen we ook op het tweede punt van Agenda 2.0, dus de toelating en vereniging van het nieuw te benoemen raadslid, de heer Dijk-Sterhuis. Het woord is aan de heer Nederkorn. Dank u, voorzitter. Bij besluit van de voorzitter van het Centraal Stembureau van 25 mei 2010 is de heer R.K. Dijk-Sterhuis benoemd verklaard lid van de raad in de vacature ontstaan door de benoeming tot wethouder in de gemeente Barneveld door het lid van de raad, de heer P.J.T. van Dalen. Op 25 mei 2010 is van de heer Dijk-Sterhuis de mededeling ontvangen dat hij de benoeming aanneemt. Tegelijk met de verklaring van aanneming van de benoeming zijn overlegde stukken genoemd in artikel V3 van de kieswet. Hieruit blijkt dat de benoemd verklaarde voldoet aan de vereisten genoemd in de artikelen 10 en 13 van de gemeentewet. Aangezien overigens geen redenen bekend zijn, op grond waarvan tot niet-toelating van de benoemd verklaarde als lid van de raad zou moeten worden besloten, stelt de commissie u voor de door de voorzitter van het Centraal Stembureau op 25 mei 2010 benoemd verklaarde R.K. Dijk-Sterhuis toe te laten als lid van de raad van de gemeente Amersfoort. Hartelijk dank, meneer Nederkorn. De raad wordt voorgesteld de heer Dijk-Sterhuis toe te laten. Gaat u hiermee akkoord? Dan is daartoe besloten en vraag ik de bode om de heer Dijk-Sterhuis binnen te laten en u allen te gaan staan voor het afleggen van de eed. Zal de eed afleggen. Ik zal eerst het formulier voorlezen. Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enig gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waar ik help u mijn God op. Zo waar ik help u mijn God almachtig. Dijk-Sterhuis, gefeliciteerd. Het is sneller gegaan dan u zelf misschien had gedacht, maar welkom in de raad. En ik hoop dat u een hele mooie periode hier zal meemaken. En oppositie voor is weer iets heel nieuws. Ik wens u daarbij erg veel succes.